Hallo daar en welkom bij aflevering nummer 5 van deze Minecraft tutorial series. In deze aflevering gaan we erop uit, we gaan het gevaar opzoeken. Jawel, we hebben een harnas aan zoals je ziet, dus we zijn min of meer klaar om de buitenwereld in te gaan. En dan ga ik jullie daar het een en ander uitleggen over de monsters die we tegenkomen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst eventjes een reserve zwaard maken. Want we zullen best wel het een en ander moeten. Ik zet deze even zo. Want we zullen best wel het een en ander moeten afmaken als we naar buiten gaan. Kijk, op deze manier hebben we een zwaard wat al een beetje afgesleten is. En we hebben een nieuw zwaard. Oké. Let's go. Even gelijk boven ons kijken of er niks van bovenaf komt. En dan ga ik gewoon eens eventjes hier naartoe lopen. En kijken wat we zo al zien. Het is verdacht stil. Oh. Nou, dat is dus onze eerste vrijwilliger. Dat was een creeper en die komen heel langzaam op je afgelopen. En dan ontploffen ze als ze te dichtbij zijn. En als je ze zelf doodmaakt, dan laten ze vaak buskruid vallen. En met dat buskruid kun je dus TNT maken uiteindelijk en vuurwerk. Oké. Nou, dit is geen monster. Dat is eten. Ah, hier hebben we een spin. Nou, spinnen die bijten hier zoals je ziet. En als je ze doodt, dan krijg je een spinnenoog en een draad. Niet altijd, soms. Daar in de verte, daar loopt een enderman. Die zwarte meneer daar, die blokjes aan het verplaatsen is. Ik kijk ondertussen ook even achter mij. Die zijn neutraal. Behalve als je ze recht in de ogen aankijkt. Dus als je met dit witte puntje in zijn ogen zou kijken, dan komen ze op je af. Maar dat leg ik je allemaal nog wel in een latere aflevering uit. Want die zijn iets moeilijker om te verslaan. Dus dat komt nog wel een keer. Nou, daar hebben we zo'n creeper. Die is aan het zwemmen. Even kijken. Ik zag hier volgens mij nog een spin in de bomen lopen. Of zag ik dat verkeerd? Dat zal ik vast verkeerd hebben gezien. Het begint ook alweer een beetje licht te worden. Oh, hier hebben we een spin. Hey, en die laat. Oh, nice. 2 draad. Yes, daar ben ik blij mee. Dat zal ik je zo meteen uitleggen waarom ik daar blij mee ben. Maar ik ga eerst nog even proberen nog wat andere creepers te zoeken. Daar hebben we een zombie. Zombies die kunnen je slaan. Tenminste, ik denk dat ze je slaan. Als ze jou raken, dan krijg je een beetje schade. Pas weer een spin. Laat weer 1 spinnenoog vallen. En ook wat experience punten. Oh, dat is een varken. Dat is een zombie. En wat wel aardig is, kijk, dat kun je nu dus zien. Het is nu al licht aan het worden. En dan, dan vliegen die zombies dus gewoon in de fik. Ik zal even een tandje helpen. Zombies laten alleen punten vallen en bedorven vlees. Nou, misschien dat we nog een skelet tegen kunnen komen. Dat zou wel mooi zijn. Daar zie ik nog een zombie. Oh, en er stond nog eentje achter mij. Die dus weer ontploft is. Je kunt ze wel horen aankomen. Want hij kwam nu waarschijnlijk van achter mij, vanuit rechts. Maar ik heb mijn headset heb ik aan de ene kant wel op en aan de andere kant niet op. Dus
dat ik mezelf kan horen praten. Dat is wel zo makkelijk met het maken van een tutorial. Alleen ik wil de muziek natuurlijk ook nog horen van het spelletje. Maar dan hoor ik dus in de rechterkant van mijn headset hoor ik niks. Dus daarom hoor ik die creepers niet aankomen en jullie waarschijnlijk wel. Maar dat is dus de reden. Niet dat jullie denken dat ik rechts doof ben. Dat is niet het geval. Oké, nou, dat was weer een spin. Ik zou toch eigenlijk nog wel heel graag een skelet willen zien. Maar ik denk niet dat dat erin zit. Ik denk niet dat we... Oh, nou, hier hebben we een skelet. Zoals je ziet schieten die pijl en boog. Ik maak hem even af, want anders ben ik zo meteen zelf af. Die schieten dus met scherp, die hebben een pijl en boog. En als je die doodt, dan krijg je botten en pijlen. In dit geval krijgen we maar liefst 2 pijlen volgens mij. Nou, dat is mooi. Dan hebben we de meest voorkomende monsters hebben we al gehad. Dat zijn namelijk dus de creepers, die kunnen ontploffen. En als je ze doodt, dan krijg je experience points en buskruid. Even kijken of we buskruid hebben verzameld. Nee, we hebben geen buskruid verzameld. Je hebt de zombies. Het gaat nu ook nog even regenen. Dus zet ik het geluid eventjes iets lager. Dan kunnen jullie mij in ieder geval nog horen. Ik ga naar binnen. Dan ben ik er ook vanaf. We hebben dus de zombies. Die laten bedorven vlees vallen. Dat hebben we wel gehad. Kijk, bedorven vlees. Kun je zelf eten, maar kun je ook straks aan je hond voeren. En dat is geen grapje, want we gaan in een van de volgende afleveringen gaan we namelijk nog wat huisdieren zoeken. Die leven hier namelijk ook. Dan hebben we de skeletten gezien. Die laten pijlen vallen en botten. En heel af en toe laten ze ook een boog vallen. Maar nu jammer genoeg niet. En dan hebben we ook nog de spinnen. En de spinnen laten spinnenogen vallen en draad. Misschien dat ik er nog eentje vergeten ben, maar dat zijn de monsters die we net tegen zijn gekomen. Goed, ik ga eerst even een hapje eten. Ik heb nog maar 2. Ik had 2 drumstickjes verloren, zoals je zag. En dan gaan we eens eventjes dat draad gebruiken. Om namelijk een boog van te maken, zodat we zelf ook goed gewapend zijn. En dat doe je als volgt. Je zet 3 stokken op deze manier weg en dan span je daar een draadje tussen en dat maakt een boog. Boog zet ik eventjes daar weg. Zolang je in je inventaris pijlen hebt zitten, die kunnen hier beneden staan, maar die mag je ook hierboven wegzetten, zolang je ze maar op zak hebt. Dan kun je met je rechtermuisknop je boog spannen. Als je die knop dan loslaat, poing, dan schiet je die pijl dus weg. Als je hem helemaal ingedrukt laat houden, dan is het op een gegeven moment maximaal gespannen. Dan heb je de maximale vuurkracht. Maar je kunt ook sneller loslaten en dan zie je aan de manier waarop de pijl vliegt. Kijk, dat is gewoon een veel minder hard schot. Pijlen die je gewoon hier op de grond schiet of op je crafting table of op je bed. Die kun je altijd terugpakken. Behalve de pijlen die je op monsters en op beesten schiet. Die kun je niet terugkrijgen. Dus die zijn verloren. Even kijken, misschien dat er nog wel een spin rondloopt of zo, dat we die kunnen doden. Denk ik niet, want hier heb ik eigenlijk alles al wel zo'n beetje gehad. Maar je weet maar nooit. Het is trouwens alweer weer een beetje donker aan het worden volgens mij. Of het komt door de regen, dat kan ook. Hier moet meestal wel iets van
monsters in zitten. Behalve nu natuurlijk. Als ik op zoek ben naar monsters, dan zijn ze er niet. En als ik ze niet wil, yep, dan zijn ze er wel. Altijd. Oh, ik dacht, dit is weer een of andere grot. Komt wel tegen. Nou, helaas. Ik kan het nu even niet... Ik kan het nu even niet voordoen op een monster. We hebben geen vrijwilligers. Helaas. Dan gaan we maar weer gauw naar binnen, want het regent. Dus... geen reden om buiten te blijven. Goed, nou ja, meer valt er eigenlijk niet te vertellen. Ik heb je uitgelegd wat je buiten zoal tegen kan komen aan monsters. Ik heb je de twee wapens laten zien, namelijk een zwaard en een boog. Een boog slijt ook, zoals je ziet aan dat groene balkje onder in beeld. Na verloop van tijd dan zal je boog ook kapot gaan. En dan moet je een nieuwe boog maken. Dus zorg dat je altijd wat draad en wat stokken op voorraad hebt. En je zwaard, ja, we hebben nu nog een stenen zwaard, maar daar gaan we heel snel een ijzeren zwaard van maken. Want met een stenen zwaard gaat het niet zo makkelijk als met een ijzeren zwaard, maar dat spreekt voor zich. Oké, hier laat ik het bij voor deze aflevering. Bedankt weer voor het kijken. Als je nog opmerkingen, vragen hebt, of misschien wel tips en tricks en ideeën, of als je gewoon iets kwijt wil... Schrijf het dan in het commentaar onderaan de video of stuur even een mailtje of iets dergelijks. En als je er iets van geleerd hebt, dan waardeer ik het altijd als je mijn video een duimpje omhoog geeft. En je kan ook altijd jezelf abonneren op mijn video's. Dan krijg je iedere keer als ik weer eentje upload een berichtje dat er weer een nieuwe tutorial klaar staat voor je. Oké. Bedankt voor het kijken. Nog een prettige dag. Bye bye.